NDP-parlementariër Rabindra Parmisser vraagt bijzondere aandacht van de regering voor de problemen binnen de gezondheidssector. Hij wijst erop dat de hele gemeenschap gebukt gaat onder de slechte situatie in de zorg. Haast alle ziekenhuizen luiden de noodklok. Vakgroep kindergeneeskunde de noodklok. Operatiekamers, de mensen die daar werken, de chirurgen en anderen, luiden de noodklok. De kinderartsen luiden de noodklok. En ik kan zo doorgaan, voorzitter, van alle kanten. Er is crisis binnen de gezondheidszorg. En de totale samenleving staat er gebukt, gaat daaronder, voorzitter. Het is meer dan nodig, dringend vereist. En vanmorgen hadden we, mocht ik als toehoorder bijwonen, een bijeenkomst als toehoorder met de Nationale Ziekenhuisraad. Ook de directies zitten met hun handen in het haar. Er is urgent harde aanpak nodig. All over de instituten, all over de specialismen, maar ook de aanvoer van medicijnen en medische verbruiksartikelen. De crisis in de gezondheidssector heeft volgens hem veelal te maken met de braindrain. VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat er gewerkt wordt aan oplossingen voor de problemen binnen de sector. De braindrain. Ik heb vandaag begrepen, meer dan 200 verpleegkundigen zijn in de korte tijd hebben het land verlaten. Waardoor heel wat operaties niet door kunnen gaan, heel wat opnames niet gepleegd kunnen worden. Ah, ik kan zo doorgaan met het rijtje, voorzitter. De regering, niet alleen de minister van Volksgezondheid, zal nu actief handelen moeten optreden. Het punt van de gezondheidszorg, voorzitter, is een punt dat iedereen raakt in die samenleving. En het is goed, voorzitter, om aan te geven dat vanuit het parlement, voorzitter, en zeker vanuit het parlement, voorzitter, en er is een meeting geweest, volledigheidshalve moet dat ook aangeven, voorzitter, dat de voorzitter van de commissie een meeting heeft gehad. Maar daarna, voorzitter, na die meeting, ook een gesprek is geweest tussen u. Ja, en we gaan dat verder uitwerken. Voorzitter, en dat het parlement menens is, voorzitter, deze zaak aan te pakken. En dat misschien al volgende week, voorzitter, de resultaten daarvan duidelijk zullen zijn, voorzitter. Dank u wel, Jogi. Dit onderwerp kwam afgelopen donderdag ter sprake tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée.